Hey, hallo en welkom dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Karon Park. Het park waarin we proberen een goed park neer te zetten, geënt op de Nederlandse historie. De 50 punten van de nieuwe Nederlandse Karon. We gaan direct verder waar we gestopt zijn. Want in de Efteling staan ze ook niet stil. En ik heb een sheet pakketje gedownload en uitgeprint, waardoor ik dus extra geld kan vragen, of weet hoeveel geld ik kan vragen, van onder andere G-Beef. Oké, wat zei ik ook weer? Oh ja, ik heb een cheat gedownload. Het is niet echt een cheat. Hij is gewoon verkrijgbaar op het internet. Alles. Ja, jij krijgt alles. Ergens of als ik maar zingen kan. Wat dat betreft is dit een heel erg click-happy game. En jij bent de laatste die iets goedkoops gaat kopen. Want de prijzen hier gaan omhoog. En dan zouden we ook nog even voor restrooms wat moeten chargen, maar dat ga ik niet doen. Want dat vind ik gewoon cruel om te doen. Nou, even kijken, onze financiën, want die moeten we ook in de gaten houden. We moeten een goed lopend park neerzetten en ik verlies momenteel geld. Ik heb 4000 verloren, dus maar logisch, ik heb gebouwd. Maar ik heb nog maar inkomen van 342. Laten we het spel laten lopen, dan kunnen we kijken wat er gaat gebeuren. Wanneer het gaat lopen. En ik heb dus een nieuwe attractie nodig. Gelukkig liep de Nederlandse geschiedenis er gewoon door. Net als dit pad. Nee, ik word hier aan afvallen. Daarvan raakt niemand ondersteboven. Hoop ik. Deze staat echt een millimeter boven de grond. En als deze doet, dan zullen ze het allemaal wel doen, maar ik heb geen zin om de rest op te zoeken. Dus dat gaan we niet doen. Intussen gaat die attractie weer beginnen. En mogen wij zorgen maken over een nieuwe attractie, of tenminste, ik ga dat doen. De volgende attractie, we volgen gewoon de Karon van Nederland. We zijn nog steeds de oertijd eigenlijk niet uit. En Treintje krijgt gezelschap van de hunebedden. Er komt niemand wijs te maken wat een hunebed is. Hoop ik. En alles gebeurt er zo meteen tijdens een speedbeeld. Nou, voor de hunebedden heb ik wel een idee, want wat we nodig hebben is een kleine attractie die hier voor mensen trekt. Nou, deze trekt halve zalen, halve zolen. En we hebben er meer nodig, dus we gaan naar het volgende park, Design Park. Nog een regel. De bouw van een attractie mag niet langer in beslag nemen dan een uur. Jullie zien het hier versneld, maar ik ben iets meer dan 40 minuten bezig geweest. Goed, nu de informatie. Hunebedden zijn de oudste constructies in Nederland. Ze worden veelal gevonden in Drenthe, waar enkele tientallen in het landschap te vinden zijn. Ze zijn gebouwd rond 4000 tot 3000 voor Christus, door mensen van de Trechterbekercultuur. De manier waarop ze gebouwd zijn en waarvoor ze gebouwd zijn is nog altijd een mysterie. Er zijn voldoende theorieën over de bouw, maar niets valt met zekerheid te zeggen. Van grafkamers tot woningen tot voorraadkelders. Alles is de revue gepasseerd. Veel hunebedden zijn doorheen de jaren verdwenen en gevandaliseerd.
Pas in de 18e eeuw werden er wetten aangenomen om hunebedden te beschermen. Maar tegen die tijd was al bewijs van wie of wat ze ooit waren al verdwenen. Tegenwoordig zijn hunebedden toeristische attracties en zijn mensen onder de indruk van de enorme stenen. Stenen die in de ijstijd naar het zuiden zijn geduwd door kruipende gletsjers en met verenigde krachten zijn opgestapeld. Voor deze attractie heb je gekozen voor een rondrit met een auto. Ten eerste omdat een attractie als deze het altijd goed doet bij het publiek. En zodat ik me uit kan leven in verschillende scènes. Een klein kamp, een begrafenisceremonie en uiteraard een hunebed om doorheen te rijden. Er zijn geen animatronics van lijken of van oermensen. Ik neem dus enige creatieve vrijheid op om de animatronics te plaatsen. En voor de avondritjes heb ik gekleurde lichten onder de hunebed geplaatst. De attractie heeft muziek en geluiden rondom in plaats van in de attractie zelf. Hierdoor kan ik verschillende muziekgebieden maken.
Oké, en we zijn weer terug in Kaanpark. Klaar om de attractie te bouwen die ik Hunebed Experience heb gedoopt. Heel goed Nederlands. Nu zitten we alleen met een probleem. Welk probleem vraag je af? Nou, ik heb het geld momenteel niet. En het ziet er ook niet naar uit. Ik zet maar op pauze. Dat geld wat de komende tijd bij gaat komen. Dus, ik ga eerst even kijken of het wel beschikbaar is. Kijk hier, ja, het kost 5000. En dat is nog zonder toevoeging van de wachtrij, et cetera. Dus, we gaan naar de Rabobank. En ik zeg tegen de Rabobank, hey joh. Geef me geld. Weet je wat? We doen het cheap. Wel cheap, want deze gaan we natuurlijk een stuk minder aflossen. Geef me gewoon een loon of een lening van 10.000. En dan zegt de Rabobank, goed joh, we hebben nog niet gehoord van een financiële crisis. En daar ben ik heel blij mee dat de Rabobank niet op zit te letten. Die moet nou stil liggen. Nu zitten we natuurlijk met de wachtrij. De wachtrij die, het is bedoeld dat die hier zo en dan hier omhoog en dan dat die daar aansluit of eventueel daar. Nou ja. Begin maar met testen. Huppakee. Kijk, dat is het hier luid. Moment hoor. Master volume. 50%, dank u. Apply, oké. Resume. Nu staat mijn oordopje ook wel heel erg luid. Ik ben helemaal geen ster in het bouwen van wachtrijen. Zoals je hier zo merkt. Want ik wil die niet omhoog. Ik wil deze. We gaan rond. Deze we gaan rond. Frits. Nee. Met een beetje scenery. Maar dat doen we pas op het moment dat we hem hebben opgesteld. Even kijken. Ja, kijk, zie je wel. 500. Verlies 5. Ja, hoppakee, open. Kijk, die heeft het erdoor. Die heeft het erdoor. Die wil leren van de Nederlandse geschiedenis. Die wil door, die heeft gezien van, hé, dat was Treintje, ik ben Treintje zat, ik ben enige die hier loopt, ik wil lekker naar de hunebedden en ik heb er het geld voor. Rijke stinkert. Je vindt deze ten eerste goedkoop. Kan ik het mee eens zijn, ik vind het zelf, het is geen goedkope attractie, maar ik vind dat ook goedkoop. Nou goed, dan zit het om 6,50. En om de een van de reden willen mensen ook graag meer betalen voor parken. En het is geen probleem. Huppakee, 4 om 3. We gaan dadelijk met haar mee. Eerst wil ik even kijken. Correctie, nee, we gaan met haar mee. Results. 100% hakkelvacht Rijkaan. We zijn, hallo, sorry, we zijn haar, dat is niet de bedoeling, we zitten naast haar. Ze lijkt heel gelukkig te zijn. Ik
Je moet naar de lijk daar kijken. Ik heb hier bemoeid gedaan om die mummie stil te laten liggen. Daar hebben ze in Egypte niet zoveel moeite voor hoeven doen, hoor. En misschien moet er een kaartje bij. Hoewel, nee, ik ben nog niet zeker van, deze moet zo meteen uitstappen en dat uitstappen gebeurt altijd langzaam. Maar goed. Dan krijgt hij maar zo'n uitgang in elk geval. We zien dat de winst toeneemt. Zo'n attractie doet ook altijd goed. Hier is mensen dol op. En ze zijn niet zo lang in de rij. Het is een prachtige rij. Je staat aan de buitenkant van een zelfverzonnen boerderij. Er is nogal wat te doen hier. Nee, ja, je hebt twee attracties en... Ik kan geld uitgeven, dat meer is het niet. Meer gaat niet worden ook eigenlijk voorlopig. Wat ik wel ga doen is hier een winkel te neergooien. Daar ga ik niet veel moeite voor doen. Ah, die kleuren zijn afschuwelijk, maar we doen het er maar even mee. We zijn wel klaar met deze, maar we zijn hier nog niet klaar. Path Extras. We zitten nog altijd hier in het duistere verleden. Nou, een shop erbij, een shop, een attractie, even kijken hoe die loopt, misschien kan er één wagen bij, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd. En dan gaat uiteraard alleen maar op het moment dat hij stilstaat. Of. We laten gewoon harder rijden, huppakee. 10 km/u, de wind door je haren. Oké, dit was dan deze aflevering. Echt een eind aan breien. Hoe leuk ik het vind om naar alles te kijken. Moet er echt een eind aan breien. Dan weer cliché. Schrijf je in. Of tenminste abonneer jezelf op dit kanaal. Ik doe mijn zaterdagstukjes. Ik doe dit. En misschien dat ik nog meer dingen ga doen. Dat weet ik niet zeker. Kijk vooral, volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. We hebben nog 50 in het verschiet. Of nee, ik lieg. We hebben nog 48 in het verschiet. En geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. Geef een duimpje omlaag als je het niet leuk vond. En ik zie jullie volgende week weer. Houdoe!